Hier moet het nieuwe verblijf komen. Pal naast de giraffen op het savanneterrein, net als in de gewone natuur. Maar dan natuurlijk met het verschil dat de hyena's niet bij hun buren kunnen komen, want de gevolgen zouden dan verschrikkelijk zijn. Dus wordt er tussen de verblijven tot diep in de grond een stevige afrastering aangelegd. Een tijdrovend karwei dat langer duurde dan verwacht. En daarom zitten de hyena's voorlopig nog in hun oude verblijf. Het landschapje is aardig klaar. Alleen de omheining, de afrastering, daar wordt nog hard aan gewerkt. Dat is niet zomaar gaas, dat is heel hard staal. En daar blijft een hyena echt wel achter. Maar het is wel zo dat een hyena natuurlijk een heel sterk dier is. Enorme sterke kaken heeft. Dus we stellen hele hoge eisen aan die afscherming. Bezoekers die de hyena's op de savanne willen zien, moeten dus nog even wachten. Voorlopig is er niet veel meer te zien dan wat bouwvakkers. Alhoewel deze meneer juist daar volop aandacht voor heeft. Het is een heleboel werk natuurlijk. Want je moet al dat prikkeldraad onder de aarde doen, want ze graven nogal. Kijk, springen kennen ze niet, want ze zijn te lui voor, hè, die hyena's. Maar graven doen ze wel. U weet er veel van? Ja, ik sta er ook iedere dag, hè. 6 dagen in de week. Zodra het nieuwe onderkomen klaar is, zullen de 3 hyena's die Blijdorp heeft onmiddellijk worden overgebracht naar de savanne. Ik denk dat ze misschien licht verdoofd worden en dan in een transportkist gaan. En dan hoeven ze eigenlijk maar 100 meter verplaatst te worden. Dat is een heel gemakkelijk klusje. En wanneer dat klusje geklaard is, dan zal deze meneer hier niet meer dagelijks te vinden zijn. Maar zorgen maakt hij zich niet. Dan komen ze alweer wat anders wat te gaan doen. Want ze hebben in de tussentijd al een toilet gemaakt weer. Dus ze zijn altijd bezig hier. Volgens de laatste planning is het nieuwe verblijf over 2 weken klaar.